redenen omkleed, zegt hij hem de vriendschap op. Wij vroegen ons toen samen af hoe het moet hebben gevoeld om in pannenkoekschoenen te staan. Zo'n brief krijgen en zoveel ijskoud geserveerde waarheden over je onvolkomenheden. Hoe reageer je daarop? Dit is zo'n brief. Ik zeg je de vriendschap op. Nu zul jij zeggen waarom. Of misschien ook niet. Of je zult zeggen waarom kom je me dat niet gewoon midden in mijn gezicht vertellen. Daar ben ik eerlijk in, dat durf ik niet. Dan gaat het weer heel anders dan ik het van tevoren had bedacht. Dan zeg jij, kom anders even binnen. En dan zit ik bij jou op de bank en dan zeg ik, zeg je, wil je een kop soep? We hebben meer dan genoeg. Dat werkt niet. Als iemand je binnen vraagt en je te eten geeft, dan is het veel lastiger om de vriendschap op te zeggen. Dan ga je weer zitten stamelen en dat wil ik niet. Ik wil je op een nette en rustige manier uitleggen waarom wij geen vrienden meer kunnen zijn. Daarom deze brief. Eergisteren, donderdagavond, ben ik nog bij jou langs geweest, zoals gewoonlijk. Dinsdag jij naar mij, donderdag ik naar jou. Of liever, naar jullie. Je woont opeens in een huis van jullie. Ik zie overal spullen van je vriendin liggen. Het valt me op dat je de laatste maanden meteen na het koffiedrinken de kopjes afspoelt. Jij spoelde nooit kopjes om. Jij kocht nieuwe kopjes als ze allemaal vuil waren. Je flikkerde de hele vaat in de tuin. Je hebt een afdruiprek. Tom van Hierde, de man die tijdens een vakantie van een camping is gestuurd omdat hij de centrale wasbak vol met macaroni pleurde. Een afdruiprekje. Kom op, man. En dan dat kruidenrekje. Schijn nou uit. Ging je me laten zien hoe je dat had opgehangen. En ik kijken. Twee schroefjes in de muur. Vroeger hingen bij jou nooit iets aan de muur. Dat vond ik een verademing. Al onze andere vrienden hadden opeens een reproductie van Dalí aan de wand hangen. Dalí, de man van het gesmolten horloge. Nee, dan ben je een genie. Als je met een gesmolten horloge uitdrukking wilt geven aan de tijdelijkheid van het bestaan of zo. Ik weet nog goed hoe jij bij Tim de Reus binnenkwam. Dat je die poster van Freud zag. Je weet wel, What's on a Man's Mind. En dat je midden in een getekend profiel van Freud een naakte vrouw ziet. Dan pakte jij meteen een veelstift van zijn bureau en tekende een kut op Freuds voorhoofd. Zo was jij, Tom, een kruidenrekje. Jezus Christus, je hebt me donderdagavond verdomme aan een potje rozemarijn laten ruiken. Het zat al op het randje. Maar daarna heb je me ook nog uit te leggen, heel lang, hoe je met de juiste hoeveelheid rozemarijn de perfecte lamsbout klaarmaakt. Je hebt me zelfs het recept over laten schrijven. Wat is er mis met een tosti, Tom? Een tosti met nasi-kruiden op de kaas, omdat je vet helemaal niks meer in huis hebt. Ik wil er niet eens aan denken, jij met een kookschort van Jamie aan. Ik heb zelfs zien staan, Tom, toen je naar het toilet was, al die kookboeken van Jamie. Wat is er gebeurd, jongen? Wat heeft ze met je gedaan? Want zij is het, dat weet ik zeker. Je vriendin. Het belangrijkste bewijsstuk. Je laat geen scheten meer. Jij en ik weten dat dat zeer ongewoon is. Je kunt honderden theorieën op vriendschap loslaten. Je kunt de chemie van wederzijds vertrouwen proberen te vangen in woorden. Of je kunt er een essay over schrijven. Maar uiteindelijk is het heel eenvoudig. Bij een vriend laat je scheten. Zet die maar op een tegeltje. Je weet dat ik gelijk heb. En Jezus, Tom, wij lieten scheten bijna terloops, man. Ik rook je niet eens meer. Tijdens vakanties roken wij hetzelfde omdat we hetzelfde aten. Ik heb je toch al die verhalen horen vertellen. In je wilde periode als je weer eens een hele nacht met een buik vol valse lucht naast een of ander scharreltje in bed had gelegen. Ik kan me jouw eerste scheet nog zo goed herinneren. We stonden samen bij mij thuis een hoes van David Bowie te bekijken en toen liet jij een scheet en dat ontroerde me zo. Wij waren blijkbaar vrienden die dat geen probleem vonden. En nu laat je ze niet meer als ik er ben. Ik voelde alsof ik op visite kom. Ik moet sinds kort aanbellen bij de voordeur omdat jij mijn sleutel nodig had voor de buren. En wat doen die dan? Je planten waar te geven als je op vakantie gaat? Je pist op planten, man, letterlijk. Snap je wat ik bedoel, hoe dat voor mij moet voelen? Aan moeten bellen bij mijn eigen vriend. Dit heeft geen zin meer. Ik wil deze vriendschap beëindigen voordat je me over een bezoek aan een tuincentrum gaat vertellen. Hele avonden over vroeger praten heeft geen enkele zin als er helemaal geen nu is. We kunnen nog jaren dezelfde verhalen vertellen over onze vakantie in Jorettemar, Tom. Maar wat heeft het voor nut? Wij konden avondenlang zwijgen, magistraal zwijgen.
Nu voelt dat plots als een ongemakkelijke stilte. Ik wil helemaal niet luisteren naar de belastingvoordelen van een goede isolatie. Ik wil dat je weer eens door een glazen tafel valt. En dat het je dan geen moer kan schelen wat zij ervan vindt. Ik wil al die lulverhalen over je zakenreisjes niet horen. Wat kan mij nou rotten waar je in Bulgarije goed thuis kunt eten? Je huis staat vol met souvenirs. Zo'n belachelijke vogelkooi uit Tunesië. Daar heb jij mee op je schoot gezeten in het vliegtuig zodat hij niet kapot zou gaan. Wat moet jij nou met een vogelkooi? We hebben op Ibiza een keer een vogeltje in onze hotelkamer gehad en toen heb jij anderhalf uur zitten gillen in de badkamer. Jij kocht nooit souvenirs. Ik was juist de lul Hannes die souvenirs meenam. Een half jaar geleden toen jij mij hielp met het leegmaken van mijn kelderbox, heb je nog keihard staan lachen om die verzameling schipperstruien van mij. Ik weet het tenminste van mezelf. Als ik naar een van de Waddeneilanden ga, dan koop ik een schipperstrui. Dat kan ik niet helpen. Maar jij hebt het niet eens meer in de gaten. Loop zo direct even je keuken in, Tom. Daar staat verdomme een Portugese honingpot. En dat bij de man die uit Spanje terugkwam met schaamluizen in zijn snor. We voeren een toneelstuk of. Ik wil geen man zijn die op visite komt bij zijn beste vriend. Ik denk dat jij toe bent aan een nieuwe beste vriend. Ik wil het je vriendin ook niet aandoen. Al die verhalen over vroeger. Ze haat me, dat voel ik aan alles. Na ieder verhaal zegt ze, ik denk toch dat je erbij moet zijn geweest. En dat is ook zo. Ze had erbij moeten zijn. Ze had er verdomme bij moeten zijn geweest. Tom, hoe sluit je zo'n brief af? Ik weet het niet. Ik gok maar wat. Het gaat je goed? Dat hoor je geloof ik te zeggen als iemand een vriendschap opzegt. Of is het, het gaat je goed, mijn vriend? Nou ja, vooruit dan maar. Het gaat je goed, mijn vriend. Dag vriend, het was prachtig. Jij bent erbij geweest.